Je zit aan de tafel, je zit gezellig wat te drinken en ineens in een tijd van een seconde hoor je een ontploffing. De ramen kwamen naar binnen zetten. Nou, je weet niet wat er gebeurt. Ik was eigenlijk een beetje helemaal, mag rustig weten, in paniek. Henny Bezooijen woont recht tegenover de flat waar de explosie plaatsvond. De bewoner van het bewuste appartement was tegen zijn zin ontslagen uit de crisisopvang. Hij zou de explosie zelf veroorzaakt hebben. Het lijkt wel een bombardement, maar het is de tijd van een seconde gebeurd. Ja. En dan kijk je naar de overkant en dan zie je gelijk de brand en de brandweer en de ambulance, alles was hier in de straat, was ineens allemaal in rep roer, alles werd afgesloten. De schade voor woningcorporatie Havensteder is ruim 3 miljoen euro. Een kwart daarvan wordt niet door de verzekering vergoed. Havensteder overweegt een civielrechtelijke procedure. Dat betekent dat we proberen de claim neer te leggen bij degene die de schade veroorzaakt heeft of zijn verzekering. Ik zal je eerlijk vertellen, ik vind het voor die man zielig, want die weet niet wat hij gedaan heeft. Ik bedoel, hij weet het nog niet. Hij weet het nog helemaal niet en hij heeft nou een poosje vastgezeten, maar ze hadden hem niet weg moeten sturen. Maar dat heb je van de zuinigen. Hij moest uit die opvang waar hij zat, ja, daarvoor? Ja, ze hadden net een paar dagen van tevoren weggestuurd. Hij zou alleen weer naar het huis kunnen. Maar ja, dat is fout afgelopen.